Hey allemaal, vandaag deel ik graag een haarvideo met jullie waarin dat ik makkelijke haarstellen wil delen voor los haar. Dus als je los haar hebt, maar je wilt er toch zo dat tikkeltje meer aan doen, dan ga ik vandaag een paar dingen delen die dat het zo wat leuker kunnen maken. Ik kreeg die vraag wel vaker op Instagram, als ik zo'n speldje in heb of een flesje van oh, kan je daar een video van maken, hoe dat je dat gedaan hebt. Dus dat is het ideale moment om zo alles samen te gooien en in één video te stoppen. Oké, de eerste. Zoals je kan zien, ik heb wel redelijk wat volume. Dat zijn natuurlijk ook mijn extensions, maar dat valt hier heel plat. Ik heb dat altijd al gehad, dat dat zo gewoon echt zo langs mijn hoofd hangt. En ik probeer dat dus ook altijd op een bepaalde manier op te lossen. De eerste, dat is met een stylingpoeder. Ik gebruik die echt al jaren. Vroeger moest iedereen dat meebrengen van Amerika als ze naar daar gingen, maar je kon die hier niet krijgen. Nu is die ondertussen in de Issy Paris ook al te koop. De Bumble & Bubble Pretta Powder. Ik gebruik die dus ook als droog shampoo, eigenlijk dagelijks. Doe dat elke dag in mijn haar. Ik ga even snel tonen hoe dat inwerkt, hoe dat je dat best aanbrengt. En dan ga je ook ineens het verschil zien. Ik ga mijn haar een keer kammen. Voilà, dan zie je nog een keer hoe mooi plat dat valt. Dan begin ik eigenlijk altijd in het midden. Zo wat, het is dat punt. Komen daar zo van die bolletjes naar de zijkant, poeder uit. Dan ga ik terug. Het is eigenlijk ook maar gewoon iets aan boezen, maar dat heb ik wel bij mij. Zo. Voilà. Dan ga ik zo achterover inmasseren. Dus dat is dan echt zo gewoon, maar dan ondersteboven dat ik dat inmasseer. Ik ga het nu doen. Je mag dat best wel lang inmasseren, want dat is hetgeen dat het belangrijkste is voor een droog shampoo of een stylingpoeder, dat je dat wit niet ziet. Want iedereen zegt altijd, oh, ik gebruik altijd droog shampoo, maar dat is wit. Oké, ja, er zijn er echt die dat wit zijn, ook al blijf je het inmasseren. Maar dat is wel de beste manier om het eruit te krijgen en dan ook daarna het uit te kammen. Dus je ziet al direct dat mijn haar veel wilder staat dan ervoor. En dan kam ik dat nog mooi uit. Zie jullie dat er nog wat lichter zit? Uitkammen. En dat is tip 1. Tip 2 is de Sugar Babe. Allee, zo noemen wij dat hier toch. Dat is gewoon met één zo'n speldje. Dat is nu een rosé speldje. Ik heb die ook in het doorschijnend, in het zwart. Die komen gewoon van de H&M, zo in een setje. Je neemt eigenlijk... Ik ben daar ook weer niet te precies in. Ik ben geen kapster of zo, dus ik doe maar iets. Ik zorg dat dat zo gelijk is. Je neemt dat samen. Je draait daaraan, zie je? Plat en naar voren duwen. En als je dan op die draai je speldje steekt, en je moet zorgen dat dat... Je kan daar zo een klein beetje harder op duwen, dat dat echt zich vasthecht aan je haar dat daaronder zit. Want anders gaat dat losschieten. Maar als dat echt vasthecht zit, dan blijft dat mooi zo zitten. En dan doe ik nog een beetje zo. Want mijn stylingpoeder zit er nog in. En dat is de Sugar Babe. Tip nummer 3 is een zijdelings vlechtje. Ik doe dat altijd met een gewone vlecht, dus eentje met 3 stressen. Of je kan dat ook met eentje met 4 doen. Maar ik ga het vandaag met de gewone doen, want ja, dat is natuurlijk de vlecht die dat iedereen kan maken. En je kan die even goed heel mooi maken door die nadien mooi uit te rafelen. Dus je neemt een stressje haar. Ik doe dan altijd mijn eigen haar een beetje aan de kant, omdat ik dat makkelijker vind om te werken. Ja, en de rest kennen jullie. Je verdeelt dat in 3 en je begint te vlechten. Je kan best al naar achter vlechten, dus echt naar achter trekken terwijl je vlecht. Dat gaat dan mooier zijn, anders ga je zo'n beeldje krijgen vooraan. Dus je ziet, ik trek het echt naar achter. Maar mijn haar is zelf een beetje nat. Want zweten, want het is super warm vandaag. So excuse me, als je dat goed ziet. Ja, ik denk dat halverwege ongeveer goed is. Oké, dan nemen we een doorschijnend rekkertje. Ik heb zo van die setjes, dat is van het kruidvat. Dat kost 3 euro voor zo mega veel van die rekkers.
Je ziet, de witte blijven erin zitten en de doorschijnende die zijn bijna op. Dus ik ga hier nu moeten gaan halen. Dus ik neem zo'n doorschijnend elastiekje. Ik doe dat daar rond. Dus zie, ik heb nu gewoon een mooie, simpele vlecht. Die dat ik straks zo ga doen. Maar ik ga hem nu losrafelen. Dus je trekt eigenlijk gewoon aan die buitenste stukjes telkens. Dat mag er echt zo uithangen, want dat gaat naar boven. Dus dat gaat straks minder zijn. Dus je trekt eigenlijk dat stukje dat los is, er nog verder tussen. Zie je hoe mooi dat wordt? En dat is gewoon een simpele, normale vlecht, hè. Je moet niet altijd te ver zoeken. Ik kan die nog verder uittrekken. Ik kan die zo laten. Ik vind hem eigenlijk al goed zo. Dus je kan daar zo ver gaan als dat je wilt. Maar wel oppassen, want op een gegeven moment ben je te ver. En dan ga je niet meer terug. Dan moet je opnieuw beginnen. Dan doe ik dit terug los. Ik laat dat rekkertje daar gewoon in. Je ziet dat toch niet. Ik kam hier nog een keer mijn haar, zodat dat zeker proper eronder ligt. Ik neem een schuivertje. Het schuivertje altijd met de geribbelde kant naar onder, dus naar je haar toe. Goed leggen. Schuivertje erin. En het is klaar. Een beetje los trekken. Dan nummertje 4, dat noemen we hier een pebbles. Dat is ook, dat lijkt een beetje op de sugar wave. Dus je moet eigenlijk hetzelfde doen. Terug dat stukje haar nemen van voor. Terug een beetje hokken. Dan ga je zo dicht mogelijk tegen het punt, ja, dat je haar aan je hoofd zit. Dus je kan eigenlijk niet verder draaien. Palmopje maken. Draaien totdat die stevig zit. Zo doen. En dan terugtrekken. Totdat die goed stevig en niet te groot. Zo. Die doe ik ook veel, omdat dat dan, ja, de haar niet voor je hoofd zit te waaien. Het zit toch mooi naar achter, maar je haar is nog los. Vind ik een leuke. En dan nummertje 5. Stop er gewoon een leuke haarlint of accessoires in. Dat hoeft niet altijd duur te zijn. Ik heb er heel veel van op ASOS. Van 6 euro, van 10 euro. Bijvoorbeeld deze komt van op ASOS. Die is super mooi. Zo met parels. Deze is ook van ASOS. Wel echt heel zomer. Het is misschien nu minder van toepassing nog. Zo'n rieten. Een zwarte velvet, altijd heel classy. Een felroze, allemaal van ASOS. Gewoon bij hun accessoires. Deze is eigenlijk van een kindercollectie. Ik dacht, ik ga dat voor Mila kopen. En dan dacht ik, oei, dat is precies nog wat groot voor haar hoofd. Dus ik ga dat gewoon zelf aan doen. Dat is zo een met een strik die je zelf kan aanpassen. En die is super leuk. Hetzelfde met speltjes, met parelmoer, met quotesop. Heel veel van ASOS, van Stradivarius, van de Zara, van de H&M. Je schuift die gewoon aan de zijkant. Twee speltjes in. Voilà. En je haar zit mooi naar achter. En het heeft zo wat iets extra. Ik hoop dat ik jullie iets heb kunnen bijleren. En dat jullie het zelf ook thuis gaan uitproberen. Als je het doet en je deelt het op Instagram, mag je mij zeker taggen. Ik vind het altijd heel leuk om te zien. En dan kan ik het ook natuurlijk reposten. En vond je het een leuke video? Vergeet je dan zeker niet te abonneren op mijn kanaal. Er komt zeker nog een haarverzorgingsvideo. Ook home tour, Disney tour enzovoort. Er komen hele leuke video's aan. Dus tot snel. Tadaa.